Mijn naam is Anne Mulder, ik ben voorzitter van de Kamercommissie Financiën. Het werk van de Commissie Financiën is eigenlijk heel eenvoudig. Je hebt een begroting, je hebt de inkomsten, dat zijn de belastingen, en je hebt uitgaven, de begroting. Nou, dat zijn twee onderwerpen waar we over spreken. Andere onderwerpen waar we over praten is het zogeheten financieel stelsel. De bank in Nederland, wordt daar goed toezicht op gehouden. En het vierde belangrijke punt is Europa, met name de euro en de toekomst van de zogeheten eurozone. Het is belangrijk dat we een stabiele euro hebben, dat er geen crisis uitbreken in Europa, dat landen hun verplichtingen niet kunnen voldoen. En daarom is het belangrijk dat we daar in de Kamer over spreken en dat proberen op te lossen. Als er voorstellen zijn in Europa en de minister van Financiën gaat naar een vergadering in Brussel, wordt dat van tevoren voorbesproken in de commissie. Dus wat gaat de minister daar namens Nederland zeggen en is de Kamer het daarmee eens of niet? Pittige discussies, die kun je alleen pittig voeren als je echt strak bent op de regels. Dan heb je goede debatten. Nou, en dan komt dan uit wat de Kamer vindt van het kabinetsbeleid. Waarmee gaat de minister naar Brussel? Zijn we het daarmee eens of niet? Wat goed is, is dat je het debat in de maatschappij, dat je dat voert in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld beloningen van bankiers. Dus wat er leeft in de maatschappij, komt gelijk hier op tafel. In het najaar, op Prinsjesdag, wordt de begroting gepresenteerd, maar ook het zogeheten belastingplan. Wat doen we met de BTW, de dividendbelasting komt aan orde, de hypotheekrenteaftrek, alles komt aan de orde. En Kamerleden vinden daar wat van. Ze vinden het rechtvaardig of onrechtvaardig. Er wordt dan heel lang over gedebatteerd, een paar dagen lang. En dat eindigt dan op 1 januari in een nieuw belastingplan met nieuwe tarieven. Dus het is ook heel concreet. Mensen merken het in hun portemonnee wat wij bespreken en besluiten.